toch weer bijna 17.000 toeschouwers in Breda. Hopend op beterschap bij NAC. Wat maar voortploetert eigenlijk in de middenmoot van de keukenkampioendivisie. Hier wel een vrije trap krijgt. Als scheidsrechter Laurens Gerrits. Telstar is al 7 wedstrijden op rij omgeslagen. Heeft Ronald Koeman junior in de goal staan. En die organiseert bij deze vrije schop van de ploeg uit Breda. Maar desondanks wordt het 1-0 door Kotzebue. Assist van Agogil. Goed aangesneden en bij de tweede paal met veel souplesse eigenlijk binnengewerkt door Kotzebue. Telstar is een ploeg die eigenlijk makkelijker voetbalt dan de tegenstander uit Breda. Maar ze komen maar heel moeizaam in de wedstrijd. We zitten inmiddels in minuut 23. Als Telstar een corner te nemen krijgt. Gaat dus goed met de ploeg van Snoei. Hier is die hoekschop en vrij snel na de openingstreffer is het al 1-1. Apau lijkt daar toch weinig erg in te hebben dat hij die bal binnenkneert. Kijk eens even naar de verbaasde reactie ook van Apau als hij ziet dat die bal erin gaat. Ja, hij was er toch echt. Binnenknikken na de corner van Jussis. 1-1. NAC verkwanselt dus heel snel die voorsprong en gaat dan weer op zoek naar de 2-1. Maar kansen zijn er eigenlijk nauwelijks in deze tamelijk treurige wedstrijd in het Radverlegstadion van de Zanden. Dat is de clubtopscorer met 7 goals. Krijgt hem er ook niet in. Zitten inmiddels in de tweede helft. NAC speelt fantasieloos voetbal eigenlijk. Veel de lange bal gespeeld richting de aanvallers. Weer een elftal dat helemaal omgegooid is door coach Molenaar. En van dit soort mogelijkheden moet de ploeg van Molenaar het dus hebben. Vet met de kans. Telstar zet daar trouwens in deze wedstrijd ook vrij weinig tegenover. En dus is het doorbijten voor de supporters op de tribune. Telstar wordt ook maar nauwelijks gevaarlijk zonder de aanvalsleider. Plet was een twijfelgeval, heeft het niet gered dus. En dan moet je het eigenlijk van dit soort schoten hebben, zoals van Overtoom. Vorige week nog een prachtige goal maakte. 1-1, zijn al ruim een uur onderweg. Als NAC het weer probeert. Schot uit de tweede lijn, maar ook hier hoeft Koeman eigenlijk niet in actie te komen. De poging was van Velanas ingevallen inmiddels. Zo goed aan de competitie begon, maar zijn basisplaats kwijtgeraakt. Telstar, nu 73 inmiddels. Komt nog één mogelijkheid voor Telstar, voor David Min. Maar die gaat er dus ook niet in. Nee, het was een treurmis, NAC tegen Telstar. Uiteindelijk wordt er afgefloten door Laurens Gerrits en het streamende fluitconcert, met name van de NAC-aanhang, na een gelijkspel. 1-1 in Breda.